Goedemorgen allemaal. Ontzettend leuk dat jullie meedoen aan deze webinar. Het is inmiddels 10 uur en ik zie dat er 12 mensen aanwezig zijn. Dat betekent dat er nog best wel wat mensen gaan binnendruppelen, maar laten we gaan beginnen, want 10 uur is 10 uur. Ik hoop dat jullie me allemaal goed kunnen verstaan en kunnen zien. En dat jullie ook mijn slide kunnen zien. Nou, welkom in mijn thuiswerkplek. Dit is het kantoor achterin onze tuin in Soest. En leuk om jullie daarin te verwelkomen. Voordat we beginnen wil ik... we hebben geen interactie, dus het is een hele vreemde situatie voor... wat de afgelopen aantal weken al gaande is uiteraard. Maar wat we wel kunnen doen, de interactie die we hebben, is via de chat. Dus als je iets wil vragen, zeggen, meedelen, kan dat in de chat naar mij persoonlijk of naar iedereen. Ik zou een aantal keer... tijdens deze webinar naar de chat kijken om te kijken wat er staat en of dat wellicht al nu te beantwoorden is. Verder wil ik je vragen om pen en papier bij de hand te hebben, zodat je wellicht wat mee kan schrijven. Of ik heb soms ook tijdens deze webinar een aantal kleine opdrachtjes of iets wat ik van je vraag. Goh, schrijf eens mee. Dus dan is dat handig. En er staat 1,5 uur voor, maar dat is eigenlijk veel te lang. Ook veel te lang om te focussen en om te concentreren. Dus het wordt een korte, krachtige sessie. Ik denk dat we een klein uur, misschien zelfs wat korter bezig zijn. Maar dat betekent wel dat je de rest van de tijd wellicht iets kunt doen wat je uit deze webinar haalt. En dat wellicht in die tijd die je er toch voor gepland had, dat je die nuttig kan benutten om of lekker even te wandelen of iets te doen wat we in deze webinar gaan doen. Goed. Nogmaals ontzettend leuk. Het is ik ben gevraagd om een korte webinar te verzorgen rondom het thema persoonlijk leiderschap. En vooral nu in deze tijd waar iedereen toch al uit zijn of haar gewone patroon is, is het heel erg mooi om met dit thema iets te doen. En we zitten, ook al is het ruim 6 weken, we zitten toch in een hele gekke en bizarre tijd. En Dionne van Vijvert heeft mij gevraagd om rondom het thema persoonlijk leiderschap, maar ook een stukje self-management, time management, om een samen goede sessie te verzorgen. En doe ik met ontzettend veel plezier. Dus voor mensen die net binnen zijn gekomen, welkom, ontzettend leuk dat je meedoet. Nou, ik zal mezelf even kort voorstellen voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Merel Brouwer. En ik werk al een aantal jaar intensief samen met Vijvert IT-opleidingen. En wat ik bij Vijvert doe, wat ik samen met Vijvert doe, zijn vooral de soft skill trainingen. Dus de trainingen rondom persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling, leiderschap, zelfmanagement, effectief communiceren, allerlei presenteren. Dat zijn de trainingen die ik zowel met en voor Vijvert mag verzorgen. En dat is ontzettend leuk om te doen. Ik geef ook persoonlijke coaching. Want naast dat ik met Vijvert intensief samenwerk, heb ik een eigen trainingsbureau. En daar zijn jullie nu onderdeel van. In ieder geval in dit kantoor waar ik zit. Goed, dus dat is wat Vijvert en de samenwerking betreft. Goed, het is een hele gekke tijd. Mensen hebben meer zorgen over de financiële situatie, over behoud van je baan, behoud van je werk. En er zijn inmiddels ook al wat onderzoeken geweest. En 54% van de mensen waar dat onderzoek bij heeft plaatsgevonden, van de werkende mensen, die zegt zich minder productief te voelen in deze tijd. En een aantal mensen zegt ook van wij vinden de werkdruk te laag. En veel mensen, ook mensen die ik spreek, die ervaart de balans tussen werk en privé als slecht. Ja, dus werk en privé loopt vooral in deze tijd ontzettend door elkaar heen. En nu zul je zeggen van goh, een lage werkdruk, dat klinkt misschien heel fijn, maar dat is niet per definitie zo. Want werk geeft voldoening. Het geeft betekenis aan je dag. Het geeft betekenis aan je leven. En als dat anders wordt, wegvalt of minder wordt, dan mis je bepaalde uitdagingen. Ik heb daar een klein plaatje bij. Dat is dit kwadrant. Het is het werkkwadrant. En zoals je ziet, kijk maar naar de eisen die het werk heeft. En ook de energie die je uit je werk